Ja, daar was nog iets opmerkelijks aan de hand. De voorzitter van de Eerste Kamer, Jan-Anthony Bruin, heeft daar een heel duidelijk statement gegeven en ook een nieuwe regel ingevoerd. Hij verbiedt het woord tribunaal in de Eerste Kamer. En dat heeft natuurlijk alles te maken met wat er in de Tweede Kamer is gebeurd. De dreigende woorden van Houwelingen van Forum richting Sjoerd Sjoerdsma van D66. Wacht maar, uw tijd komt nog wel. Er komen tribunalen, is wat hij zei. Er was heel veel om te doen. Nou, ex-forumer Henk Otte die begon daarover in de Eerste Kamer. En toen greep de voorzitter dus meteen in. Tot en met oproepen tot tribunalen, mensen te intimideren. Meneer Otte, ik wil die associatie met de Tweede Wereldoorlog in dit huis niet horen. Ik ga het hier niet over tribunalen hebben. Dat is een metaforische associatie met de Tweede Wereldoorlog. Dat treft mensen in het land zwaar. Dat is de bel aan de wortel van de parlementaire democratie. Dat gaan we hier niet doen. Ik verzoek u om daar dus omheen te praten. Voorzitter, in ieder geval treedt u een stuk beter op dan uw collega in de Tweede Kamer. Dat hulde daarvoor. Lovende woorden van Henk Otte. Minder lovend was PVV'er Alexander van Hattem. Hij kwam er later nog op terug. Hij zei dat hij zo'n verbod op zijn woord veel te ver vindt gaan. Maar Jan-Anthony Bruin hield voet bij stuk. Hij zegt, zolang ik voorzitter ben van de Eerste Kamer, tolereer ik dat niet. Meneer Elian, wat vindt u? Is het goed om inderdaad daar die lijn te trekken en dat de voorzitter dat woord verbiedt, of gaat dat te ver? Ja, het gaat niet om verbieden of niet verbieden. Het gaat het om optreden. En dat is heel goed dat de voorzitter van de Eerste Kamer heeft gedaan. Kijk, sommige partijen, vooral nieuwe partijen, verwarren de Tweede Kamer met het circus en ze beschouwen zichzelf als wilde dieren. En dat is heel goed dat de voorzitter van de Eerste Kamer, en eigenlijk moet voorzitter van de Tweede Kamer ook doen, om in te grijpen. Het gaat niet om verbieden. Het is natuurlijk niet maar hij grijpt absurd, door te zeggen, ik verbied het. Ja, althans op dat moment metaforisch zegt, hè, ik verbied het dat je daarover begint. Omdat het ook raakt heel veel mensen. En je moet niet laten de politieke taal bepaald worden door een aantal een stelletje gekken die Thierry Baudet heeft naar de Kamer gebracht. Henk Otte die zegt hier als reactie ook nog op, nou, u treedt in ieder geval beter op dan de Tweede Kamervoorzitter. Vindt u dat ook? Nou, hij had natuurlijk ook al een week voorsprong. Hè. Als er zoiets gebeurt in de heat of the moment, is het natuurlijk ook heel erg lastig om dat te bepalen. Maar ik denk dat het wel goed is dat we met elkaar eens de discussie voeren van, moet je alles maar zomaar kunnen roepen? Of is er ook nog gewoon een fatsoensnorm? Als ik hier alleen rabiate dingen ga lopen roepen, dan grijpt u waarschijnlijk ook in en zegt u, nou, jongens, we zitten in een netjes ochtendprogramma, laten we het een beetje fatsoenlijk houden met elkaar. Ik vind dat je dat ook best in een parlement mag zeggen.